Hey, hallo Facebook. Een goeiemiddag. Tenminste, dat is het nu op het moment dat ik dit videootje maak. 4:15 op vrijdag. De vrijdag voordat de kerstvakantie losbarst. Ik dacht, laat ik als een van mijn laatste acties van mijn officiële laatste werkweek van dit jaar even live gaan. Want ik was twee dingen aan het doen. Ik was bezig met mijn boekenkast een beetje doorspitten om te kijken wat daar nog allemaal staat, wat ik misschien volgend jaar nog wil lezen en welke boeken er eigenlijk al een tijdje staan en waar ik niks meer mee doe. En ik had gekeken naar hoe mijn podcast het doet. Dan kijk ik zo om de paar dagen check ik dat even en ik zag tot mijn grote vreugde dat de Zon in je leven podcast sinds juni inmiddels over de 18.000 downloads heeft. En daar ben ik echt enorm dankbaar voor. Ik heb eerder dit jaar, ik voelde al een hele tijd dat ik zo'n podcast wilde maken. En eerder dit jaar, zo eind april, heb ik besloten, nou weet je, ik ga het gewoon doen. Ik ga me daar eens even in verdiepen en dan ga ik dat gewoon doen. Begin juni stond hij online en sindsdien maak ik vrijwel elke zondag, of nou, ik maak ze niet zondag, meestal maak ik ze op woensdag, maar komt er vrijwel elke zondag een nieuwe aflevering uit. Ik heb onlangs een paar weken overgeslagen omdat ik wat andere dingen te doen had en ik toen gewoon geen zin had. Maar inmiddels komt aanstaande zondag de 26e episode online. En ja, ik ben gewoon super trots op dat hij het zo ongelooflijk doet. En ik vind het vooral heel leuk omdat ik het zelf zo leuk vind. Dus als je en doet wat je heel erg leuk vindt en mensen zitten er ook nog op te wachten en ja, sturen me mailtjes en berichtjes dat ze er zoveel aan hebben, ja, dan kan je mij niet blijer maken. Nou, had ik bedacht, kan ik daar niet een actie aan verbinden? Want het is hartstikke gaaf. Ik heb geen idee of het veel is, maar ik vind het veel. 18.000 downloads, whatever. Het is maar een getalletje. Maar toch, ik heb het idee van, nou, dit kon wel eens ook in 2019 een behoorlijk ding gaan worden en behoorlijk wat impact gaan krijgen. En dat is ook wat ik heel graag wil. Want ik heb ook afgelopen week, nou precies een week geleden, nam ik een podcast op met iemand die gespecialiseerd is ook in burn-outs. En ja, ergens ben ik dat ook. Ik profileer me daar niet heel erg mee. Ik zit veel meer op perfectionisme, maar eigenlijk heel veel perfectionisten raken heel gemakkelijk in een burn-out. En toen ik aankondigde dat ik die podcast ging maken, kwam ik erachter hoeveel mensen toch eigenlijk ja, in mijn ogen nog heel veel dingen niet in de gaten hebben. En heel veel dingen die ik inmiddels al zo vanzelfsprekend vind en waarvan ik dan denk, dat heb ik toch al heel vaak uitgelegd of die kennis zou er toch wel moeten zijn. Heel veel mensen weten dat gewoon niet. We hebben vaak gewoon niet in de gaten waarom we zo opgebrand raken, waarom we niet stoppen met pleasen, waarom we niet stoppen met ons over de kop werken, waarom we blijven hangen in banen. En in functies en in situaties die we al lang niet meer willen, dat daar een reden voor is en dat je daar niet zomaar mee kunt stoppen. Omdat het te maken heeft met wie je van binnen denkt dat je bent. En in de meeste gevallen is het zo, wie je denkt dat je bent, is niet degene wie je werkelijk bent. Degene wie je werkelijk bent, kan veel meer. Daar zijn oneindige mogelijkheden voor. Je kunt echt alles wat jij echt zou willen, alleen ben je waarschijnlijk gestopt met dromen. Maar alles wat je echt zou willen, dat zou je in principe ook kunnen bereiken. Alleen het gros van de mensen gelooft het niet. Want we zijn allemaal al heel lang een soort van geïmpregneerd met boodschappen die daar volledig niet aan voldoen. Mijn dochter kwam van de week thuis en die zei: Mam, weet je wat een van de leraren in de klas zei? Die zei: Jullie moeten dus ophouden met zuchten en steunen over die toetsen, want als je denkt dat je het nu al zwaar hebt, wacht maar totdat je later volwassen wordt. Nou, ik denk dat is echt het recept om een kind of een puber het gevoel te geven van leuk, over een paar jaar ben ik volwassen, heb ik echt zin in. Maar dat is wel wat heel veel ouderen en opvoeders, ouders, leraren, familieleden doen vanuit hun eigen ervaring. Dat het allemaal heus niet zo leuk is en dat het leven allemaal helemaal niet zo'n feestje is. En dat het nu eenmaal brood op de plank moet komen. En dat je nu eenmaal niet altijd kunt doen wat je leuk vindt. Nou, dacht ik ook. Tot het 10 jaar geleden bij mij begon te verschuiven. Omdat ik zo vastliep en ontdekte gaandeweg
door innerlijk werk te doen en erachter te komen op welke gebieden ik mezelf allemaal tegenhield, onbewust, door de dingen die ik was gaan geloven, alle onmogelijkheden die ik mezelf steeds voorhield, dat het helemaal niet was hoe het hoefde te blijven. En vanaf dat moment is het gigantisch veranderd ook. Is mijn leven gigantisch veranderd en ben ik erachter. Je kunt elke keer weer nieuwe mogelijkheden ontdekken, want echt, the sky is the limit. De enige grens, de enige begrenzing ben je eigenlijk zelf. En nou ja, dat is ook waar die podcast over gaat. En ik wil die podcast als een van de manieren waarmee ik naar buiten treed, waarmee ik mensen wil inspireren, wil ik veel groter maken. Maar dat kan ik helemaal niet alleen. Dus ik heb dat in die zin ook gewoon te vragen aan degene die er al enthousiast over zijn of die het nog niet kennen. En misschien nu eens een keer denken van, nou, laat ik toch maar eens gaan luisteren. Wat is dat dan? Ik zou zeggen, doe het dus. Het kost helemaal niks. Het staat online. En ik wil je vandaag om een gunst vragen. En daar doe ik dan ook weer een gunst voor terug. Wat ik namelijk wil vragen, en ik zal straks de links delen waarmee je de informatie kunt achterhalen hoe je dat kunt doen. Als je mijn Zon in je leven podcast leuk vindt, of een specifieke aflevering, of gewoon als geheel, wil ik je vragen om dat een keertje te belonen met een hele korte review. Het kan een zinnetje zijn, het kunnen een paar steekwoorden zijn. Ik bedoel niet alleen sterretjes geven, bijvoorbeeld zoals op iTunes, maar echt een tekstje. En dat kan op iTunes, het kan op Stitcher, het kan via SoundCloud. Nou, dat leg ik je allemaal uit via de link die ik later ga delen. Maar waarom wil ik dat? Omdat het helpt als mensen reageren, dan wordt het natuurlijk door al de zoekmachines opgemerkt. En dan komt de Zon in je leven podcast gewoon ook hoger. En omdat ik er zo gelukkig van word als hetgeen wat ik heb geleerd. Ik bedoel, het is niet van mij, hè, het gedachtegoed. Ik ben een van de kanalen, een van de mensen die het heel erg leuk vindt om dat te verspreiden. En ik doe dat op mijn eigen manier. Maar ik zou het zo gaaf vinden als mijn manier ook aansluiting vindt bij nog veel meer mensen. Dat veel meer mensen dat kunnen vinden. En dat gaat gebeuren als het hoger komt in die rankings. Dus daar heb je al voor nodig. Nou, wat heb ik nou bedacht? Win-win. Want ik wil mijn boekenkast ook wat leger hebben. En er is hier een hele stapel boeken die ik eigenlijk niet nodig heb, niet meer wil. En ik denk dat ik daar best wel een aantal mensen heel blij mee kan maken. En ik heb besloten dat ik een actie uitroep bij deze. Waar je aan mee kunt doen tot en met 31 december aanstaande. Dus dit hele oude jaar nog. En ik ga 3 van deze boeken weggeven. Ik heb er wat meer, maar ik ga nu niet alles in deze actie stoppen. Ik doe wel weer zo'n actie in 2019. Dan geef ik de overige 4 misschien weg. Ik kijk wel. Maar wat ik wil doen is, als jij mijn podcast een keer hebt beluisterd, of misschien al vaker hebt beluisterd en je gaat een review achterlaten, laat dat dan weten als comment onder dit bericht. En alle berichten tot en met 31 december neem ik mee. En laat dan ook weten, ik zou graag boek. Zus of boek zo willen. Je mag 2 titels gaan aangeven. En ik ga nu eventjes door die 7 titels heen. En dan kun jij dus kiezen welke titels jij het liefste zou winnen. Zodat als ik dan na 31 december, ergens in de eerste week van januari, 3 winnaars ga trekken. Dat ik dan hopelijk ook zoveel mogelijk rekening kan houden met jullie wensen. En dat je een boek krijgt waar je ook echt op zit te wachten. Nou, ik begin gewoon maar even, die had ik nog liggen, met Prima is Perfect in 5 stappen je perfectionisme loslaten. Van mijzelf natuurlijk. Wil je dit boek winnen? Ik ga hier verder niks over uitleggen. Dat is nummer 1, Prima is Perfect. Dan een heel ander boek, wat ik zelf ook een heel gaaf boek vond. En het is vooral voor mensen die op zoek zijn naar hun roeping en daar wel de nodige tools en handvatten bij kunnen gebruiken. Dit is ook een werkboek. Is van Hanna Kuppen, ook schrijfster van een boek wat het heel goed heeft gedaan, Liefdesbang, over verlatingsangst en bindingsangst. Dat heb ik ooit eerder al een keertje verloot. In Liefdesroep beschrijft Hanna Kuppen de universeel werkzame principes en processen die je tegenkomt als je werkelijk de roep van je hart volgt. Zij stond zelf ook voor deze uitdaging. Als je de moed hebt om te kiezen voor de roep van je hart, vind je niet alleen belangrijke levenslessen, maar ook je diepste vervulling. Weet je, ik ben ervan overtuigd, als mens zijn we uiteindelijk daar allemaal naar op zoek. Je kunt alles op papier hebben,
waarvan je dacht dat je gelukkig maakte. Maar hoe vaak zie je mensen ook niet zo halverwege hun leven opeens een hele switch maken? Weet je, ze hadden alles, ze hadden die auto, ze hadden die carrière, ze hadden het huis en dan toch er miste iets. Nou, herken je dat? Richtingwijzer naar levensvervulling. Zet dan in je voorkeuren 2, liefdesroep. Heel ander boekje voor de liefhebbers. En ik weet dat er potentieel ook heel veel mensen kijken die deze schrijver kennen. Seth Godin, een grote marketinggoeroe. Het is een boekje in het Engels. Het is een dun boekje. Ik vond het super interessant. Het gaat over tribes. The rise of tribes and the end of normal. Read this book slowly and read it again. For the lessons are rich and wise. Google anders maar even of kijk even op bol.com of zo waar het over gaat. Wil je deze winnen? Nummer 3. We are all weird. Een ander boek, weer in het Nederlands. Uitgebracht ook bij uitgeverij Anders, waar ik ook mijn boek mocht uitbrengen. Overtuigingskracht van Rob Jeun. Make an impact. Op de achterflap staat, wil jij ook uitgekozen worden voor die interessante opdrachten en projecten? Weten hoe je de aandacht op een positieve manier naar je toe kunt trekken? Wil jij krachtig en overtuigend overkomen tijdens vergaderingen en presentaties? Kortom, wil je meer overtuigingskracht hebben en daarmee meer impact? Dan moet je deze opschrijven. Nummer 4, overtuigingskracht. Ik heb er nog 3 te gaan. Nummer 5, Babe, you got this. Van meisje met dromen naar vrouw met succes. Lijkt me dus niet echt een jongens- of herenboek. Advies van 23 girlbosses. Meer dan 20 inspirerende, succesvolle vrouwelijke ondernemers en zakenwonders zijn geïnterviewd voor dit boek om jou te inspireren hoe je van een meisje met dromen stappen kunt zetten om te worden een vrouw met succes. Dus wil je deze, ik ben bij nummer 5, hè? Ja, 5. Babe, you got this. Nummer 6. Ook voor mensen die willen beginnen. Niet morgen, hè? Start nu. Begin voor jezelf en maak je dromen waar. Van Chris Guillebeau. Nou, je ziet, het prijsje zit er nog op. Deze 2 boeken heb ik aangeschaft omdat ik dacht dat ik ze nodig ging hebben als inspiratie bij een training die ik dit jaar heb gegeven voor het eerst. Ik volgend jaar ook weer ga geven, de rol van je leven training. Uiteindelijk heb ik het niet gebruikt. Ik ga ze zelf eigenlijk niet meer lezen. Dus het is nog zo goed als nieuw. Er staat hier, als je na het lezen van dit boek nog niet je eigen bedrijf gaat beginnen, begin dan maar opnieuw met lezen. Want je krijgt hierin heel veel tips die je gaan helpen om in te zien dat je helemaal niet al daar hoeft te zijn om nu te beginnen. Dat je alles nu al in je hebt en dat je gewoon al kan starten. Als dat tenminste iets is, hè, wat jij ook steeds al voelt borrelen van, ja, misschien wil ik wel voor mezelf beginnen. Nummer 6. Start nu. En dan het laatste boek wat ik potentieel ga versturen. Boekje van Ines van Oort. Het is in 2016 uitgeroepen tot het beste spirituele boek. Ines van Oort, misschien ken je er wel. Vrouwen kennen er misschien wel. Dat is de vrouw achter de happiness. En ook achter het magazine Seasons. In dit boek, Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? Vertelt Ines van Oort over haar eigen levenslessen als een reis door de cirkel. Haar verhaal gaat over ideeën en hoe ze tot stand komen. Over het opzetten van haar succesvolle magazines, over succes en verlies. Maar vooral over de mogelijkheid om van richting te veranderen en opnieuw te kunnen beginnen. Nummer 7. Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? Nou, nog eventjes recapitulerend. En als je de nummers niet meer weet, kun je ook de video natuurlijk gewoon terugkijken. Want hij blijft gewoon online staan. En je kunt rustig de tijd nemen, want pas 31 december maak ik de balans op. En dan zijn er 3.